Als we het hier een beetje, dan nieten we het hierachter vast. Dat scheelt toch? Hey, dit is Mattie. En dat is Marieke. Ja, kijk, het is leuk als je je bordje dan omdraait. Hey! En vanaf volgende week maandag hoor je ons elke doordeweekse dag tussen 6 en 9. Voordat we gaan beginnen willen we eigenlijk even kijken hoe goed we elkaar kennen. Je zou zeggen dat is kort dag, een week voordat je begint. Maar ja, beter laat dan nooit. Dus we hebben een aantal stellingen. Is het dan Mattie? Of Marieke? De eerste. Wie is het meest ijdel? Oeh, 3, 2, 1. Ik denk het toch gewoon op. Hoezo? Ja, dat denk ik gewoon. Ik zie er echt, ik kan wel eens op een feest komen dat mensen vragen weer onder een brug geslapen. Ja, maar jij hebt wel hele goede features. Jouw haar bijvoorbeeld, je baard. Ik vind ook echt, je hebt echt goede features. Je hebt echt mooie ogen. Dat hoor ik nou allemaal. Je hebt een heel markante kop, dat wel. Je zou gauw niet gauw vergeten. Maar het is ja. Ja, hey, weet je wat ik dus morgenmiddag ga doen? Een bindweefselmassage op mijn billen om de cellulitis eruit te kneden. Daarna heb je helemaal een blauwe reet. Is dat echt? Ja. Oh. Wie kan het beste navigeren, maar die breinlast? Het is echt niet oké om hardop te zeggen. Wie kan het beste vingeren? Dat weet ik niet. Dat weet ik gewoon niet. Ik kies voor mezelf. En waar als het op navigeren aankomt, ben ik zo slecht in. Nou, we hebben een fietstochtje gedaan door Sydney. Ik stap echt bijna in Almere van de fiets af. Het is echt zo de ju. Wie gaat zich het eerst verslapen voor de ochtendshow? Zal ik eens wat zeggen? Ik denk dat ik het ben. Ja? Ja. Oh. Ik ga me nog ergens verslapen, heb ik het gevoel. Jij nog nooit verslapen? Ik heb me nog nooit verslapen, nee. Wie is het lenigst? Hou me vast. Holy shit. Hey. Of wil jij het nadoen en dan kunnen we kijken wie er wint? Nee, ik zit wel goed. Ja? Maar dat komt dat door yoga? Bikram yoga. Het schiet er nu wel in. Wie zou de slimste mens kunnen winnen? Waarom? Ik weet niet. Ik heb gewoon het idee dat jouw IQ veel hoger is. Dan dat van jou? Denk ik. Ja, ik ook. Wie heeft de gekste guilty pleasure? Oh, ik heb er zoveel. Nou ja, ik ruik dus aan tijdschriften. Oh ja, dat is gek. Mega lekker. Ik had van de week een nieuw panorama. Linda is altijd goed. Power Unlimited heeft tegenwoordig nieuw papier sinds een jaar of 3. Is niet meer te hachelen. Wie spreekt de meeste talen? Hoeveel spreek jij er? Nou, ik verzoek naar een beetje meer Duits te spreken. Nou, ik moest dus meer reden. Ja, echt voor mij nog een carrière halen als Sylvie mij zit verschiet. Wie is de grootste nerd? Maar radio-nerd, hè? Vroeger, denk dat wel dat ik dat wel kan zeggen, was jij ook wel een beetje wat minder knappe nerd. En jij bent wel door de jaren heen. Tussen de regels door hoor ik hier toch dingen. Nee, maar heel veel radio-nerds hebben dat. Die waren dan tuurlijk, zonder, ik ga nog even door. En dan op een gegeven moment komen ze steeds meer als een molletje boven de grond. En dan krijg je zo'n baardje, dan zit het haar goed. Wat is dit voor metafoor? Dan krijg je opeens allemaal hele goede features. Dan kom je als een molletje boven de grond. Nu ben je opeens heel knap. En nerds zijn de nieuwe hunks. Wie gaat het eerst trouwen? Kan ook nog tegelijk, hè? Zouden we dan korting krijgen? Snap je wat ik bedoel? Oh, sorry. Ik begreep het helemaal niet. Het was echt een aanzoek zonder ringen. Zo, ik sorry. Het voelde me echt alsof ik een blauwtje liep. Hoorde je het? Wie heeft het meest geduld? Vooral omdat ik heel weinig geduld heb. Je hebt weinig geduld. Ik heb heel weinig geduld voor technische storingen. Computers die niet meewerken, telefoons die vastlopen. Die drijven mij tot waanzin. Waanzin. Echt waanzin, merk je het al? Zo, wie is er het vaakst iets kwijt? Dat is niet normaal. Als, als jouw oor niet aan jouw lichaam vast zou zitten, zou het kwijtraken. Weet je dat ik ooit, dat is het grootste mysterie uit mijn leven, ik ben ooit een toetsenbord kwijtgeraakt. Volgende vraag. Bij wie zou een plant het langst leven? Al gaat het niet mega goed bij mij. Ik heb dus mijn dakterras, dat staat helemaal vol met bamboe. Ik was van mening dat je bamboe niet heel erg hoeft te verzorgen. Toen werd het deze zomer hittegolf. En toen is er gewoon even niet van gekomen. Wie is de grootste dierenvriend? Ik heb gewoon veel met dieren. Eigenlijk vanaf jongs af aan al. Ik heb 3 hamsters gehad. Gaat hij op de praatstoer? Gaat hij helemaal voor opa verteld? Wally, Timmy en Snuffel. De ene kreeg een gezwel, de ander staar. De andere ging gewoon vroeg dood. Wie zou het eerst iets aan zichzelf laten veranderen? Jij hebt al die groef laten wegspuiten op je ik voorhoofd. Ik heb dit hier laten doen. Alsjeblieft niet inzoomen. Ik heb die groef dus ook. Ik heb hem ook. En ik heb dus laatst, dat wist jij, heb ik een afspraak gemaakt met een plastisch chirurg om hem dus te laten botoxen. Ja. Toen heb ik een dag van tevoren die afspraak weer afgezegd. Ja, wat had je? Ja, ik wilde het niet.
dacht, ben ik aan het doen? Hij is enorm, hè? Als je dichtbij komt, hoor je een echo. Ja, maar je stoort je er vooral zelf aan. Trouwens, toen ik dit ging laten wegspuiten, toen had ik een intakegesprek. Zegt die man, waar kom je voor? Ik zeg, nou, voor dit gedeelte. Hij zegt, maar we kunnen nog veel meer bij jou doen. Ik kom voor 2700 euro aan mijn gezicht laten verbouwen. En dan dacht ik, wat is er allemaal verkeerd dan? Nou, het zou wel schelen als we het hier een heel klein beetje, toch? Als we het hier een beetje, dan lieten we het hier achter vast. Dat scheelt toch? Hier, even dit, even je oude gezicht ernaast, alvast. En dan het nieuwe. Tot zover deze video. Ja. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan. Like, luister tussen 6 en 9 natuurlijk, ook niet heel onbelangrijk. Kijk je music. En hier zie je allerlei andere video's. Ja.